Als we zo bezig zijn met ons verhaal tijdens een presentatie, vergeten wij mensen wel eens dat we meer zijn dan een pratend hoofd. Maar we hebben ook een lichaam. Dus hoe zet je die nou handig in tijdens een presentatie, zodat het je verhaal versterkt? Wanneer er iets verandert op het podium, zie je dat de hersenactiviteit van je publiek automatisch wordt vergroot. Wat dus de aandacht trekt, is verandering. Oh, hey, er gebeurt iets! Als je van het begin tot het eind alleen maar stilstaat, zul je er zeker van zijn dat je publiek verliest. Maar wanneer je van het begin tot het eind juist heftig met je handen aan het gebaren bent en heen en weer aan het lopen bent over dat podium, dan zul je ook je publiek verliezen. Wat moet je dan doen? De vraag die je jezelf dus telkens kunt stellen is: hoe kan ik veranderen? Om het jezelf makkelijk te maken, stel je jezelf die vraag van tevoren en niet tijdens je presentatie. En het antwoord daarop zou dan kunnen zijn: maak een parcoursje voor jezelf. Spreek met jezelf 3 punten in de ruimte af waar jij moet zijn geweest tijdens je presentatie. Dus punt 1, waar begin je? Punt 2, waar wil je ergens tijdens je presentatie zijn? En punt 3, waar wil je eindigen? Zorg er dan ook voor dat de manier waarop je van punt 1 naar punt 2 loopt anders is dan de manier waarop je van punt 2 naar punt 3 loopt. Bijvoorbeeld, je loopt al pratend van punt 1 naar punt 2. Maar als je naar punt 3 loopt, zorg je dat je stil bent en pas op punt 3 weer begint met praten. Op deze manier zorg je ervoor dat je altijd interessant blijft om naar te kijken en je publiek bij je houdt. Dus geef jezelf een opdracht in de ruimte en hou je daaraan. Zo zul je altijd interessant blijven om naar te kijken en zorg je dat je publiek bij je blijft. Vond je dit nou een leuke video en ben je benieuwd naar meer video's over hoe je nou echt een goede presentatie neerzet? Druk dan op het duimpje omhoog en abonneer je op ons YouTube-kanaal.